Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastards. Vandaag ga ik het niet hebben over één spelletje, maar over een hele spellenbeurs genaamd Peer Speelt. In mijn vorige video, in mijn vorig maandoverzicht, was ik tot overmaat van ramp vergeten om deze beurs te benoemen toen ik het beursoverzicht aan het geven was. En ik ben er zelf aanwezig, hoe is het mogelijk? Dus vandaar even deze special en ik ga jullie laten zien wat er allemaal te beleven valt. Dit is een beurs die zijn tweede editie gaat meemaken en dat is op 26 mei, zondag 26 mei van 10 tot 6. En het leuke aan deze beurs, ik ben er vorig jaar ook geweest, is dat het vooral aandacht geeft aan mensen die bijvoorbeeld prototypes hebben, dus dat die mogelijkheid is er om die te spelen daar. En anderzijds, het grootste gedeelte, als het weer mee zit tenminste, speelt zich ook buiten af. Er zijn tal van horecazaken waar dat de terrasjes van gebruikt kunnen worden. En moest het slecht weer zijn, dan kan het gewoon binnen in de zaken doorgaan. Maar vorig jaar was het echt stralend zonnig weer. Dus ik hoop op hetzelfde misschien voor dit jaar. Wat ook nog wel leuk is, het staat hier ook op deze pagina, is dat er ook een tweedehands spelletjesbeurs is. En het idee is dat het van 10 tot 1 doorgaat. En je kan een tafeltje reserveren voor 5 of 10 euro als je twee tafeltjes wilt. En dan mag je eigenlijk vrij onderhandelen. Dus het werkt een beetje anders dan de meeste tweedehands spelletjesbeurzen. Dus meestal geef je je spel af. Hier moet je er wel even bij staan. Dus dat kan zowel een voor- als nadeel zijn. Want je hebt wel de mogelijkheid om te onderhandelen als de prijs jou niet helemaal aanstaat. Er zijn ook oude volksspelen en ja, ook spellenwinkels of zelfs uitgevers hebben ook een standje. Laat ik nog eens even naar de Facebookpagina gaan. Hier ziet u de deelnemende etablissementen. Dus daar kan je overal terecht tijdens Peer Speelt en alles wordt nog eens mooi weergegeven op een kaartje. De meeste dingen zijn dicht bij elkaar, maar er zijn een aantal waarvoor je een wandeling kan maken. En ik geloof, vorig jaar was dat ook het geval, dat er ook een Ritschka is, als dat zo genoemd. Waar dat je eigenlijk een lift kan nemen naar de buitenrand. Ik weet niet of die er dit jaar nog is, maar ik vermoed van wel. En dan hebben we spelontwerpers, zoals we hier hebben Johan François en Peter Verhagen. Onder andere van Carnavalo. Je kan zelfs de dag op voorhand al gaan, dan is er een nocturne. Dus dat gaat door in de run-in. Dus dat is eigenlijk een soort van opwarming van het evenement. Dus als zondag niet lukt, kan je misschien daar ook naar heen. Dan hebben we Asmodee, die komt ook. En natuurlijk met het superpopulaire Harmonies gaan ze ook meenemen. Stars and Castles, een artist die ook nog samen met mij heeft gewerkt aan het spel. Waarvan hij zelfs een foto ziet. Sound of Drum, een uitgever van historische spellen. Als je wil weten wat er te doen is, is ook een podcast die je kan luisteren van Everspell. De Schaakclub, ik geloof dat zij een beetje buiten de rand zitten, want zij kunnen niet zomaar verhuizen. Goh, wie zou dat zijn? Hot Games is ook aanwezig. De Spelotheek, die nieuw is in de bibliotheek blijkbaar. Oh, wie is dat nu weer? Nog nooit van gehoord. Dan Immunowars is ook aanwezig. Wat hebben we hier? Een virtual reality experience. Dat is ook nieuw voor mij. Ken ik zelfs niet. De spelwinkel Dobbelkelder. De spellenclub. De spellenbende. Daar ben ik ook al geweest. Een spelontwerper. Die een spel gaat testen, denk ik. Een social deduction spel. Over piraten. En dan hebben we Happy Meeple Games. Nog iemand die ik totaal niet ken. Ik ben sarcastisch, hè. Je kan ook gaan LARPen. Dat is live action roleplaying. Toys in the Attic. Ben benieuwd. De volksspelen mogen niet ontbreken. White Goblin Games mag niet ontbreken. Dan hebben we hier Henmar Games. De Oberon, een spellenwinkel is dat. Nog een spelontwerper. Bordspellenwereld. Nog nooit van gehoord. Wasted Worms. Twee Nederlanders die gaan afkomen. Geronimo Games. Ook weer een interessante titel die ze gaan mee hebben. Je kan zelfs Dungeons & Dragons proberen. Dus tal van dingen waar dat je zoet mee kan zijn.
Dus ik zou zeggen, allen daarheen op zondag 26 mei. En ik heb het nog niet gehad over de inkom, maar die is gratis. Bedankt voor het kijken, abonneer, dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye. Ik heb gehoord dat als je op die rode knop duwt hier beneden, dat je 7 jaar goede spelletjessessies hebt. En ik denk dat dat wel de moeite waard is. Abonneer, dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.